De Centrale Bank van Suriname staat voor een aantal uitdagingen. Dat zegt Robert van Trik, governor van de Centrale Bank van Suriname. Van Trik heeft vandaag op een informatiesessie voor mediawerkers een uiteenzetting gegeven van de uitdagingen waaraan de bank werkt. Hij haalde aan dat er onder meer gewerkt wordt aan het afronden van de National Risk Assessment. Dit is volgens hem belangrijk om monetaire en financiële stabiliteit te bieden. Verder zegt de governor dat de bank werkt aan een standpunt voor onrechtmatig tegenhouden van onze gelden. National Risk Assessment in 2020. Als wij de capaciteit hebben en de mogelijkheid hebben en de deskundigheid, dan zullen we daarvoor zorg dragen. Want Suriname moet niet het risico lopen dat we op de grey list komen, de D-risk list. Dat zou enorm druisen tegenover al die taken die de centrale bank zou moeten hebben. Want hoe ga ik je monetaire stabiliteit bieden of financiële stabiliteit bieden als wij geïsoleerd worden? Het is die rol die centraal staat, wederom bij de centrale bank. Maar ook het standpunt innemen tegenover het onrechtmatige aanhouding van onze gelden, waarin de soevereiniteit van Suriname niet wordt gerespecteerd. En ik hoor je al vragen stellen over de koers. En de link met de koers is dat wij op dat moment gestorneerd zijn in onze soevereiniteit en niet optimaal kunnen opereren in deze Surinaamse gemeenschap. Het aanhouden van gelden waardoor op een gegeven moment wij geen verschepingen kunnen doen meer van euro's of terughalen van dollars, dat heeft een hele impact gehad op de samenleving. En dat hebben we gehoord en dat hebben we gevoeld, want wij zijn immers ook onderdeel van dezelfde samenleving. En dat oplossen, daar staan wij voor. Governor van Trik. Verder werden medewerkers van de bank in de gelegenheid gesteld om hun visie over de bank te delen. Harry Dorini, hoofd van de afdeling Research, zegt dat anders dan vroeger er nu gewerkt wordt aan alle 6 taakstellingen van de bank. Ik moet dit zo stellen. Voor de bank is 6 taakstellingen. Voordien heb ik gezien dat 5 van die taakstellingen inhoudelijk werd aangepakt. Maar die laatste taakstelling, en dat is het bevorderen van de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname, dat we op heel beperkte wijze inhoud daaraan hebben gegeven. En ik heb gezien dus dat de bank nu flink inhoud geeft aan die taakstelling. Dus dat is voor mij bijna een applaus waard. Want waarom ik dit zeg, ik denk in termen van een centrale bank die ook een rol speelt, anders dan op monetair gebied, om de economische ontwikkeling van een land, met name van Suriname, te bevorderen. Aldus Harry Dorini, hoofd van de afdeling Research van de Centrale Bank van Suriname. De moederbank heeft vandaag uitleg gegeven over de uitdagingen waar de bank voor staat.